Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebouw. Ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur. En in een vorige vlog heb ik het gehad over mijn 30% project. En dat betekent dat ik dit jaar heb geprobeerd om zoveel mogelijk de 30% ongelezen boeken en strips in mijn collectie door te nemen. Maar er was nog een flinke stapel waar ik niet aan toe kwam. En in deze vlog wil ik daar een deel van gaan doornemen met jullie. De stapel is ongeveer, bestaat uit 55 strips sowieso nog. Die ene stapel waar ik het over heb, de 30% stapel, is eigenlijk nog veel groter. Maar ik wilde er gewoon een paar met jullie gaan doornemen om te kijken wat er nou eigenlijk allemaal is voor leuks. En een van die albums is Flip van Willem Ritstier. Op naar de top. Het is een album gemaakt voor kids. Ik zie, zoals je ziet, heb ik gelijk ook nog een ander album van Flip. Wat is dat? Overal waar Flip verschijnt valt wat te beleven. Thuis, op school en buiten maakt hij de leukste, grappigste en meest absurde situaties mee. Olifanten die zich verstoppen op daken, in bomen en soms heel onverwacht uit de lucht vallen. Een giraf met hoogtevrees, een schildpad die niet door een hoepel wil springen. Een verliefd meisje, ijsberen, walvissen, penguins en nog veel meer vind je terug in dit album. En lachen mag staat hier. Nou, dat is echt een hele waslijst, Willem Ritstier. Natuurlijk kennen we Willem Ritstier ook van actiestrips. En hij doet ook nu Roel Dijkstra onder andere. Maar hij heeft ook Claire de Wit gedaan met Fred de Heij. En heel veel krantenstrips ook gemaakt met Mink Oosterveer en ook Rons en Ink. Nou goed, dat is echt een staat van dienst. Maar hij maakt dus ook deze strip voor kids. En die tekent hij ook zelf. Laten we eens kijken wat er allemaal in gebeurt. Flip, hoeveel is teken 4? Flip, wat? Is het al pauze? Nee. Ik vroeg me jou hoeveel teken 4 is. En dan maak je me voor wakker? Dat weet ik toch niet. Nou, dat soort humor dus. Ik denk dat het wel leuk is voor de kids. Ik ken deze strip toevallig wel, want ik heb wel een van deze albums een keer doorgenomen. Maar wat ik eigenlijk vooral er leuk aan vind, is de stijl van Willem Ritstier. Gewoon een beetje cartoonesk, maar wat ik vooral gewoon heel erg leuk vind, is zijn lijnvoering hierin. Wat toepasselijk, al deze snelstrips. En dat, volgens mij is dat in een ander album van Flip nog beter te zien. Maar je ziet het hier ook wel. Het is een lekkere, beetje, ja, beetje zoekende lijn. Beetje krasserig, maar niet heel erg. Flip en de rest, het andere album. En ik vind het wel, ja, ik vind het wel leuk getekend. Is het iets wat ik zelf heel veel lees? Nee, niet echt. Want ik ben niet echt de doelgroep hiervoor. Weer een kerstman toevallig. Maar ik denk dat het voor de kids wel leuk is. Flip dus. Wat hebben we dan nog meer? Ipe Driessen, geef mij maar Amsterdam. Ipe Driessen is een beetje de ongekroonde koning van de fotostrip. Ze noemde Marcel Haster de laatste stripvlogger. Of hij vroeg zich ook af, misschien wel gekroonde koning van de fotostrip. En nou ja, hij is op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd en heeft toen dit album gemaakt. We worden hier geïntroduceerd bij de personages. En het probleem met fotostrips is natuurlijk dat ze heel lelijk getekend zijn, oftewel ze zijn helemaal niet getekend. Maar dat is misschien ook wel weer de charme als je daarvan houdt. We pakken er gewoon de eerste uit. Oh my god, we wonen in Amsterdam. Weet je nog in Utrecht dat mensen uit Amsterdam nooit zo'n zin hadden om naar ons toe te komen. Maar nu wonen we hier. Geven we vanavond een feestje? Ja, nu gaat iedereen gewoon komen. Eindelijk hip en happening. Wat zeg je in Oost? Dat is veel te ver hoor. Nou, dat syndroom klopt wel. Het A-team syndroom wordt het ook wel genoemd. Ipe die is echt, nou, als je zijn fotostrip nog niet bent tegengekomen in een blad of in een krant, dan is dat eigenlijk wel wonderbaarlijk. Want je wordt er eigenlijk wel bijna mee doodgegooid, wou ik zeggen. Maar dat klinkt wat onaardig. Hij doet het gewoon heel goed. En hij heeft een leuk team van mensen met wie hij samenwerkt. En ook weer een kerststrip toevallig. Het is wel leuk dat we dan deze aflevering van deze vlog kerststrips hebben. Want nou ja, het is bijna kerst.
Ja, dat ben ik ook met je eens. Last fucking Christmas, dat nummer word je natuurlijk, dan word je met dood gedraaid. Anyway, geef mij maar Amsterdam. Ik weet niet precies wanneer het is verschenen. En ook weer van Strip 2000 is dat. Oh, hij staat ook in het Parool, zoals als je kunt zien. En ik ben wel benieuwd eigenlijk wanneer dit is uitgekomen. 2016. Dus dit album is 2 jaar oud. Maar dit is dus al een tijdje uit. Zat op de stapel van nog te lezen boeken. Dan doe ik er nog één. De hemel boven het Louvre van Bernard Isler en Jean-Claude Carrière. Dat is gelukkig een Franse naam die ik wel kan uitspreken, want het woord carrière kan ik uitspreken. Het Louvre in Parijs is een museum met een rijke geschiedenis. Een geschiedenis die onlosmakelijk verbonden is met de tijd van de verlichting en de Franse revolutie. In De hemel boven het Louvre wekken de stripmakers deze geschiedenis tot leven in de vorm van een indringend portret van Jacques Louis David. Schilder, revolutionair en burger in de schaduw van de guillotine. Nou, dat is een gezellig onderwerp. Een verontrustend verhaal over de kracht die van beelden kan uitgaan en hoe gevaarlijk het kan zijn om je ogen te geloven. Nou, dat klinkt dramatisch, beste mensen. Laten we eens kijken gewoon naar het binnenwerk ook, hoe dat eruit ziet. Dit is nog een uitleg. In januari verschijnt het. Ja, dan ben ik wel benieuwd welke januari dat dan was. Van uitgeverij ZL, van zozolala.com is dit. Dit is echt wel een tijdje terug. Maar ik geloof dat het Louvre een serie albums heeft gefinancierd of in opdracht van het Louvre is gemaakt om het museum onder de aandacht te brengen. En even kijken wat hier daarover staat. En dat helpt natuurlijk. Ah, Sigge Stegeman heeft dat. Heeft de eindredactie gedaan. Goed, het Louvre heeft dus een serie strips volgens mij geproduceerd of laten produceren waarbij het Louvre centraal staat. Om het prachtige museum onder de aandacht te brengen bij de lezers. Ik vind dat het er mooi uitziet. Mooi getekend en ze hebben dus de schilderijen van het Louvre heel duidelijk verwerkt in de strip. Nou, dat ziet er dus een beetje zo uit. Ik heb het verhaal verder nog niet gelezen, want nogmaals, dit is onderdeel van mijn 30% project. Maar ik vind de tekenstijl vind ik wel leuk. Het is een beetje karikaturaal. Het is expressief. Maar of het verhaal ook boeit, ja, dat moeten jullie zelf gaan ontdekken. In ieder geval is het heftig. Een heftige tijd uit de Franse geschiedenis. Hoewel het nu ook een heftige tijd is in de Franse geschiedenis, maar dat even terzijde. Nou, dat waren er een paar albums uit de flinke stapel. Ik wil ze onder de 10 minuten houden, deze vlogs. Dus de laatste, die heb je nog te goed voor de volgende. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik ben benieuwd naar jullie reacties eigenlijk. Of jullie dit een leuke vorm vinden om strips te behandelen of niet. Dus dat lees ik graag in het reactieformulier. En dan zeg ik alvast op naar de volgende. En dankjewel voor het kijken.